Caroline Brunesse, hoi. Ja, ja, hallo. Ik zit in jouw museum. Ja. We zitten in de Amandozaal, hoorde ik net. De schoonheid van het kwaad. Een kennismakingsgesprek. Ja, leuk. Maar dan gaan we wel even de diepte in. Vind ik leuk. Oké, dat is goed. Ja. Ja. De Twentse musea. Dat zijn het Rijksmuseum Twente en de Museumfabriek. Beide staan in Enschede op iets meer dan een steenworp afstand van elkaar en werken sinds een jaar of wat samen. Zijn beeldende kunst, klassiek en modern en natuur, cultuur en textielhistorie onder één directie. Een echte fusie mag het officieel niet heten, maar het lijkt er verdacht veel op. In de afgelopen 10 jaar is er behalve die net niet fusie voor beide musea veel veranderd. Kort samengevat, ze bestaan nog en ze staan op de kaart. Misschien wel sterker dan ooit. En bepaald niet alleen in de regio. Vorig jaar vertrok Arnoud Odding, die in het voorbije decennium leiding gaf aan die Twentse musea. En kort voor de zomer begon zijn opvolger, Carolien Brunesse. In dit portret maken we kennis met haar en we lopen door de eerste grote tentoonstelling in het Rijksmuseum onder haar leiding. Van wie is het platteland? Een gesprek over Van Gogh, Jan Steen, Lonneke Jan en Koeienbloed. Jij hebt een behoorlijke geschiedenis, hè, in de museale wereld. Ja, ja, klopt. Ik heb al eigenlijk... Hoe oud was je toen je binnenkwam in die wereld? Nou, 27 of zo. Of, ja, van om me heen. Nee, ja, niet diep. Maar na je studie eigenlijk. Ja, na mijn studies. Ik heb de Rijnmond Academie gedaan. Dat is een museumopleiding. Toen heb ik nog kunstgeschiedenis gedaan. Toen heb ik een korte tijd in allerlei verschillende musea gewerkt. In de kunsthal en Boijmans en van alles en nog wat. En toen ben ik bij het Van Gogh Museum terechtgekomen. Amsterdam. Ja, in Amsterdam. En nou ja, dus ik ben eigenlijk kunsthistoricus. Begonnen in het Van Gogh Museum met het idee van, ja, ik wil in de kunst gaan werken. En nou goed, toen heb ik ook gedaan, maar in de kunstwereld en in de beeldende kunst. Maar als in musea of had het ook een musea? Musea, nee, moest wel musea zijn. Ja, ja, ja. Want daar begon ik eigenlijk. De Rijnmond Academie is een opleiding waar je wordt opgeleid tot museummedewerker. En ik had al wel snel door, al in het eerste jaar, van ja, dat is het voor mij, okay. Dat is mijn wereld. Is dat een van huis uit dingetje of is dat een belangstelling die zich gaandeweg heeft? Nou, het is wel zo dat mijn vader bracht me op het idee. Okay. Dus wat dat betreft wel van huis uit. Nou, wij gingen als kind altijd met onze ouders veel mee naar musea. En dan naar kerken. Kunstmusea. Kunstmusea. Maar ik ging ook naar musea, maar dat was altijd cultuurhistorie. Oh ja, nee, wij deden ook wel van alles hoor. Dus ja, ook het Openluchtmuseum of Zuiderzeemuseum. Maar ook, wij woonden dan vlakbij Leiden. Dus wij gingen heel veel naar Den Haag, naar het gemeentemuseum, nu kunstmuseum. En daar heb ik ook mijn vroegste herinneringen eigenlijk aan. Dus het was op zich voor ons als gezin, was het niet raar dat ik iets in een museum zou gaan doen. Nee. Maar goed, je moet natuurlijk toch nog even uitproberen. Dus in het eerste jaar kwam ik daar terecht. En toen dacht ik wel gelijk, ja, dit is prima. Dit is een goede keus. Dit, ja. En dat is gebleven? Ja, dat is nog steeds. De liefde is niet, ja precies. Ja, 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 ik zie dat ook een beetje aan je. Ja, ik word er enthousiast van. Ja. Maar kan je dat duiden? Wat is dat? Wat is die liefde voor musea en voor beeldende kunst? Zou het dan nu over? Ja, nou ja, want hier ben ik natuurlijk directeur van Rijksmuseum Twente, maar ook van de museumfabriek. Ja. Dus het is niet alleen meer beeldende kunsten. En naturaal is dus ook geen daarom. Kunst. Nee. Dus ik voel me erg thuis in een museum. Ik vind het echt mooie plekken waar je met collectie verhalen kan vertellen en waar je een breed publiek kan bereiken. Waar je mensen kan verrassen, waar je mensen wat kan leren, een goede tijd kan bieden. Waar je mensen misschien ook soms aan het denken kan zetten. En ik zie het ook wel als plek waar mensen een uitje door kunnen hebben. Dat ze met elkaar iets leuks doen. En dan in een museum naar kunst kijken of naar een dino kan ook. En met elkaar gewoon ook een leuke tijd hebben. Dat vind ik heel prettig eigenlijk om zoiets te maken. Waar je een ander plezier en informatie mee kan geven. En, dus de spelende en lerende mens, dat idee een beetje verzamelt, dat vind je in een museum. En je hebt echt alle middelen, dus kijk, je kan een boek gaan schrijven als je creatief bent. Of je kan een film gaan maken, of wat jij doet. Maar in een museum komt dat eigenlijk allemaal samen. Hè. We hebben hier schilderijen, maar we hebben ook tekeningen. We hebben multimediale installaties, we hebben rondleidingen. Eigenlijk elk middel wat je kan bedenken, dat kan je in een museum kwijt. Dus ik heb ook heel veel tentoonstellingen gemaakt en daarin kan je ook echt alles kwijt. Van tekstbordjes tot objecten, van alles, audio, ja, ja.
Dit is dus het begin van Wie is het Platteland? Ja. Het nieuwe project, eigenlijk een manifestatie noemen we. Het is 3 tentoonstellingen en een heel groot publieksprogramma. En het begint eigenlijk hier. En ja, je ziet, dus het is ons beeldmerk van de tentoonstelling. Dit is dus die grote letters. Ja, precies. Ja, maar je ziet ook gelijk de inspiratie ervan. Ja. Dit is een affiche uit 1973 van de christelijke plattelandsjongeren. Ja. En eigenlijk die letters die hebben we gebruikt voor ons eigen titel van de tentoonstelling. En ja, het leuke is dat die jongeren zijn dus aan het protesteren over de vervuiling van het platteland. Ze zitten op allemaal oude autowrakken en ze hebben borden bij zich waarop staat van tegen de vervuiling, wij willen ook leven. En, echt hè? En met een grote mooie zon op de achtergrond. Dus dit vonden we een mooi beeld om te gebruiken als inspiratie voor onze eigen campagne. Ja, nou, de tentoonstelling heeft dus een aantal zalen en elke zaal heeft een bepaald thema. Mm-hmm. En eigenlijk in de eerste zaal laten we eigenlijk zien wat de verschillende ideeën zijn die mensen hebben over de natuur. Vroeger, in de middeleeuwen, was er een bepaalde rangschikking waardoor mensen dachten, nou, God staat bovenaan en dan krijgen we de mensen van adel en de burgerij en de boeren staan helemaal onderop. Ja. Maar we laten bijvoorbeeld ook zien dat in de 18e eeuw mensen weer heel erg het verlangen hadden naar de wilde natuur. Romantiek. En dat ze, ja, en dat ze tuinen aanlegden die zogenaamd wilde natuur waren, ja. Maar was natuurlijk helemaal uitgedacht. Engelse landschap. Ja, maar bijvoorbeeld ook een werk van een kunstenaar uit Colombia die is opgegroeid in een inheemse stam. Waar ze eigenlijk van elkaar, of met elkaar vinden dat de natuur alles is. Dus de mens en de bomen, ja, zijn allemaal hetzelfde. Ja. En dus de eerste zaal geeft daar eigenlijk een introductie in en, ja, laat ook wel zien dat we allemaal ons eigen beeld, ja, erbij hebben. En, precies, ja, en daarmee sorteert het ons ook voor om na te denken van, hey, hoe verhouden wij ons tot de natuur? Wat is de natuur voor ons? Wat voor is het eigenlijk en van wie is het, ja, en wie gaat er, ja, want dat is dan de vervolgvraag. Precies, ja. Even terug naar, want je hoorde dat Arnoud Odding zou vertrekken. Ja. En, ja, had je project bij Naturalis zat er wel eens een beetje op. Het begon een beetje te kriebelen. Mm-hmm. Maar dan is dat wel de oversteek naar, ja, dat klinkt misschien, Twente. Ja, toch? Ja, en dan wel heel ver weg. Hè. Dat is ook wat iedereen zei toen is, ik... Natuurlijk, kijk, Nederland is natuurlijk maar een klein landje, daarom, maar voor je gevoel. Ja. Want jouw leven heeft zich in het westen van Nederland afgespeeld. Ja, klopt. Ja, ja, ik heb inderdaad, ik ben opgegroeid in en om Leiden. En ik heb gewerkt in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, ja, Leiden. Dus, maar ik ben gewoon echt op de baan gevallen. En, ambieerde je dat, museumdirecteur? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het leek mij een mooie stap. Ik wilde het heel graag proberen. Maar dan wel directeur in een museum, het liefst, waar ik dus kunst en natuur en geschiedenis kon combineren. En dat kan bijna nergens. Nee. Dus vandaar dat ik dacht van, hey, dat is echt wat voor mij. Omdat, ja, ik dat dubbele profiel heb en interesse heb in biodiversiteit en natuurhistorie en cultuurhistorie en kunst. En dan ook het museale, ja, op zich. Ja. En dat vind ik hier allemaal. Dus ik heb natuurlijk wel even thuis overlegd. Van, nou, zal ik solliciteren? En nou, ze zeiden, ja, doe maar. Kijk maar hoe ver je komt. En dan kom je steeds verder. En op een gegeven moment, ja, dan was het van, ja, je kan de baan krijgen. Nou, oké, okay, gewoon doen. En we zien wel hoe, ja, het loopt. Dus, ja. Misschien een beetje, ik ben toch benieuwd. Want je hebt natuurlijk die selectieprocedure doorlopen. Bent aan de tand gevoeld door, mm-hmm, de Raad van Toezicht. Dus dat hier, geloof ik, hè? Ja. En die hebben gedacht, die Caroline, die moeten we hebben. Mm-hmm. Enig idee waarom? Ik kan me voorstellen dat daar, jij was niet de enige goede kandidaat die daar in de rij heeft gestaan, moet ik? Nee, waarschijnlijk niet. Maar ja, ze zochten een schaap met 5 poten, die echt juist dat dubbele profiel had. Klinkt vermoeiend. Nou, nee, vind ik niet. Nee? Nee, juist leuk. Ja, ik hou heel erg van die diversiteit en van de hak op de tak. En nee, dus dat vind ik juist heel erg leuk om te doen. Ja. Ja, ja. Dus ze zocht iemand met museale ervaring, ja, die ervaring had op een op senior niveau. Die eigenlijk alles wel had ervaren in het museum. Van zware projecten tot eventueel verbouwingen, tot ook organisaties, teams aansturen. Ja. Maar die ook wat van de inhoud weet en die eigenlijk alle takken van sport binnen beide musea hier begrijpt. En die ook ambitieus is. En dan heb ik natuurlijk mijn persoonlijke ambitie om dan directeur te worden. Maar ik heb ook altijd wel ambitie getoond. Ook bij Naturalis, maar ook bij het Van Gogh Museum. Met het museum zelf. Ja. Dus dat vonden ze prettig. Ja, ik kan me voorstellen, ja, dat die Raad van Toezicht zocht wel een zwaargewicht, zeg maar even. Zo noemen we dat dan. Hè. Mm-hmm. Arnoud Odding moest worden opgevolgd. Nou ja, je kan alles van hem zeggen. En hij heeft natuurlijk niet eens eentje gedaan met een enorm team om, mm-hmm, zich heen. Maar er is heel veel gebeurd in die afgelopen 10 jaar. Ja, zeker. Rijksmuseum, ja, Twente is landelijk en misschien zelfs een klein beetje internationaal wel op, mm-hmm, de kaart gezet. Ja.
Is dat ook niet een beetje imponerend, denk je van? Nee. Nee hoor. Ik zie je een beetje knikken, maar... Nee. Waarom? Nee. Jij... Nee, juist. Ja, tuurlijk. Wassen. Ja, ik zag het meer als, die twee musea die zijn goed neergezet. Maar het heeft ook nog veel potentie en kansen om te groeien. Dus aan de slag. Ja, nee, ik vond het niet imponerend, juist inspirerend. Ja, en ook toen ik hier bezig was met mijn sollicitatie, heb ik natuurlijk beide musea weer eens even extra goed bekeken. Ja. En als ik zo naar de collectie zag en de tentoonstelling, dacht ik, oh, wat mooi. En als je ook door de collectie kijkt, ook op de website voor beide musea, dan zie je dat het nog zoveel mee te doen is. Dus ja, nee, ik ben niet geschrokken, maar eerder geïnspireerd. En ja, ik had er zin in. Ja, ja. Ja. Nou, het is gelukt, je zit hier. Ja. Is er een werk waarvan je zegt, weet je, dat zag ik en daarvan dacht ik, wauw. Ja, bijvoorbeeld daar hangt de Jan Steen. En ik ben afgestudeerd ooit op de 17e eeuw. Oh. Dus dat spreekt wel me gelijk heel erg aan. Deze. Ja, die bedoelde ik inderdaad. Ja. Schilderij van Jan Steen, kunstenaar uit Leiden uit de 17e eeuw. Misschien dat het me daarom ook aanspreekt. Maar ik ben afgestudeerd op de 17e eeuw toen ik kunstgeschiedenis studeerde. Op een schilderij van Jan Steen. dat was overigens een heel ander beeld dan dit. Maar ik vind het altijd heerlijk, dit soort schilderijen. Er is zoveel op te zien. Het vertelt altijd een verhaal, maar ook de stoffen zijn zo mooi uitgedrukt. En zit boordevol met details. Ja, het verbeeldt dan een vrouw die speelt op een luit. Achter haar staat een vrouw, dat is een koppelaarster. En aan tafel zit een man, die zit heerlijk te luisteren naar de muziek, maar misschien... Deze vrouw koppelt deze twee. Dat is ja, klopt. Dat is een koppelaarster. Hoe weet je dat een koppelaarster? Ja, dat is... Als je heel veel schilderijen uit de 17e eeuw bestudeert, dan zie je heel veel van dit soort dames staan. En dan lees je er wat meer over. En dan zie je dus heel vaak dat het lijkt een heel alledaags tafereel te zijn. En alsof zij gewoon een drankje inschenkt. Maar het zou zomaar kunnen dat zij eigenlijk deze twee wil koppelen. Ja. Of dat de dame die op de luit speelt niet zozeer een huwbare kandidaat is, maar meer als beroep heeft om de heren te vermaken. En die koppelaarse daarachter heeft ook dat als beroep om de dames en de heren aan elkaar te koppelen. Ja. Dus het is gewoon een heel mooi beeld en ook de stoffen zijn heel mooi geschilderd. Maar tegelijkertijd zit er een diepere laag in met een leuk verhaal. En vandaar. We gaan naar het platteland. Ja. Van de 17e eeuw. Even naar die regio, want dan zul je vooral het culturele veld hier in de regio aan het verkennen zijn, kan ik me voorstellen. Mensen leren kennen, contact te leggen. Wat is je eerste indruk? Culturele sector. Eerlijke indruk. Ja. Nou, ik vind alle mensen die ik ontmoet in culturele instellingen ontzettend aardig en ook heel open. En heel erg bereid om samen te werken. Ik denk dat dat ook anders is dan in de Randstad, waar alles heel erg dicht op elkaar zit. Iedereen is heel erg bereid en voelt ook die noodzaak om samen sterker te zijn. Die noodzaak is in het Westen wat minder. Ja, of tenminste, daar ben je sneller een concurrent van elkaar. Hm. En natuurlijk moet je ook proberen samen te werken. Dat hebben we ook wel geprobeerd in Leiden. Er zijn ook op allerlei vlakken samenwerkingen. Maar hier, omdat je wat verder uit elkaar zit en ook samen een sterke culturele sector wil zijn voor de regio en in de provincie, moet je ook wel samenwerken. Wat me opvalt hier als ik door Rijksmuseum Twente loop, is dat we hele fijne, leuke bezoekers hebben, maar wel een beetje de klassieke museumbezoeker. Dus vaak zijn ze wat ouder en mensen met een museumkaart. En dan denk ik wel, waar zijn de andere inwoners van Enschede? Waar zijn de jongeren? Waar zijn de gezinnen? Daar is denk ik nog een markt die open ligt en nog een wereld te winnen. Heb ik over Rijksmuseum Twente. Museumfabriek ligt als een beetje anders. Tuurlijk, daar komen juist die gezinnen. Dus dat is ook hartstikke goed. Maar ik denk ook dat je als kunstinstelling ook je best moet doen. Trouwens, als iedere overheidsinstelling je best moet doen om een zo breed mogelijk publiek te trekken. En dan zijn natuurlijk hier, is dat in 2022 volgens mij, is dat wel begonnen om steeds meer voor jongeren te gaan werken. RMT Next is gedaan, die avonden. Museumnacht wordt mij aangesloten. Ja. Samenwerking met met Sickhouse. Planet Art, Sickhouse. Ja, inderdaad. We hebben net hier in de zomer een tentoonstelling gehad met de AKI samen van de studenten. Ja. Dus dat soort dingen. En dan denk ik, dat smaakt naar meer wat mij betreft. Ja. Dus daar denk ik voor Rijksmuseum Twente dat we de bezoekersgroep nog
nog wel wat kunnen verbreden. En ook kunnen onderzoeken van wie komen er nu wel, wie komen er nu niet en waarom komen ze dan niet. En dus dat. En voor de museumfabriek, ja, eigenlijk heb ik daar nog niet zo'n beeld van. Daar ben ik eigenlijk pas net begonnen. Ook gewoon kijken van waar komen we vandaan. Twentse Wellen was het natuurlijk eerst, ja. Toen was het museumfabriek. Het is ook zo groot daar en zo divers wat er is. Twentelab is eigenlijk daar gerealiseerd. Dat, ja, vind ik echt geweldig. Echt een op en top depot en fotostudio. En ik denk van dat kunnen we eigenlijk nog meer op de kaart zetten. Ja, en die natuurcollectie, maar dat is weer mijn groene bubbel, zeg maar, die ik meeneem. Daar wil ik ook wel echt mee aan de slag. Ja, natuureducatie vind ik heel belangrijk. Ja. Dus vooral in deze tijden van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Ja. En ik zou nog niet weten wie er verder in Enschede mee bezig is. Ja. Dat ga je rustig verkennen, komende, ja, periode. Misschien om even dat bruggetje te maken naar natuur en alles wat daarmee te maken heeft. Net een hele grote tentoonstelling hier geopend, mm-hmm, die alles te maken heeft met biodiversiteit, verschraling daarvan. Van wie is het platteland, hè, is de vraag. Een hele relevante maatschappelijke vraag op dit moment. Mm-hmm. Hoe belangrijk, misschien is die vraag te obligaat, maar als je zo'n kunstmuseum zoals dit is, een maatschappelijke instelling, mm-hmm, is het belangrijk dat daar maatschappelijke vragen aan de orde komen? Wat jou betreft? Ik vind van wel, ja. En dit idee was al bedacht voordat ik kwam, hè. Maar ik omarm het gelijk. Ik denk dat het heel goed is om dat te doen. En we zijn niet blind voor wat er buiten de museummuren gebeurt. Nee. Ik denk dat we juist steeds meer onze ogen moeten openen en om ons heen moeten kijken wat er speelt. En ook proberen van betekenis te zijn voor de omgeving en de bewoners. En dan onderwerpen als het platteland, dat past gewoon heel goed. En ik denk dat het juist hier in Rijksmuseum Twente zo'n onderwerp heel goed past. Misschien beter dan wat je in Den Haag, dan in Den Haag of Amsterdam. Ja, het platteland is hier een steen op afstand. Hè? We zijn omgeven. Daarom, daarom. Ja. Dus het is een onderwerp wat hier heel erg goed bij past. Ja. En, maar ik kijk bijvoorbeeld ook uit naar 2025, dan bestaat Enschede 700 jaar. En we willen ook kijken van wat voor idee hebben mensen over hun stad. Wat voor verhalen zouden we kunnen ophalen en hoe kunnen we dat dan hier ook weer verbeelden. Voor hier geldt het, maar ook voor de museumfabriek. Dus ik wil echt wel goed kijken van wat speelt er en hoe kunnen we van betekenis en van waarde zijn. Ja. Ja. En dus ook misschien de vragen stellen die gesteld moeten worden. Die bijdrage leveren aan het gesprek. Maatschappelijke dat gesprekken. Is het vooral inderdaad. Ja, en, het is altijd zoeken van wat voor rol heb je nou als museum. Mm-hmm. Zeker als het gaat over van dit soort grote kwesties. We zijn geen politieke instelling, we zijn geen activisten. Maar we mogen wel agenderen, vind ik. En, dat hebben kunstenaars in de eeuwen toch altijd gedaan? Daarom. Ja, en dat het zou doen gek we dus zijn ook, als museum dat niet deed. Anders. Daarom. Ja, dus we kunnen die kunst laten zien. En laten zien hoe kunstenaars reflecteren op wat er speelt. Ja. En dan daar ook zorgen voor meerstemmigheid. Dus dan in debatten en allerlei programmering. Wat we nu met het platteland hebben, ook een heel uitgebreid activiteitenprogramma. Met allerlei lezingen. Waarbij we ook alle verschillende kanten laten zien. En de wetenschap, en de boeren, en de actievoerders. Iedereen komt langs. En dat, ik denk dat een mooie vorm is. Ja. Ja. We hebben voor de tentoonstelling ook een aantal kunstenaars speciaal gevraagd om onderzoek te doen naar het platteland. En één daarvan is Babke Veenstra. Haar werk zie je hier om je heen in deze zaal. En zij komt zelf ook van een boerenbedrijf. En zij doet al jaren, al 30 jaar lang, doet ze onderzoek naar het boerenleven. En voor ons heeft ze dat dus speciaal ook in Twente gedaan. Dus ze is in gesprek gegaan met boeren om te horen van wat speelt er op jouw bedrijf? Hoe kijk je aan tegen je koe? Hoe zag de koe er vroeger uit en hoe ziet het er nu uit? Maar bijvoorbeeld ook wat voor planten groeien er bij jou in de wei? Dus ze heeft alle planten die ze kon vinden, heeft ze zelf getekend en vastgelegd. Nou, komen we in een zaal waar alles draait om de koe. En deze ken jij waarschijnlijk wel. Dit is Lonneke Jan. Lonneke Jan, ja. Uit de museumfabriek. Uit de museumfabriek, ja. Sterker nog, ik heb hem in plastic binnen zien komen en ik heb hem uit het plastic gewikkeld. Oh ja? Arme Lonneke Jan. Ah. Hij zag er toen verfomfaaid uit. Oh. Dus ze hebben hem een beetje opgekalfaterd. Een beetje opgekalfaterd inderdaad, ja, ja. Nou ja, dus inderdaad Lonneke Jan, een fokstier die naar Twente is gehaald om meer en gezonde kalfjes te krijgen.
En het staat eigenlijk in een zaal die helemaal gaat over de koe en op manieren waarop we de koe verbeelden als een iets heel romantisch, maar ook wel als iets wat we gewoon kunnen gebruiken. En dat alles bij elkaar zet je weer aan het denken. Wat doen wij precies met de natuur en wat vinden we daarvan? Ja, klopt. Ja, want koeien hebben zich geëvolueerd natuurlijk. Ze zijn echt melkmachines geworden. Absoluut. Ja. Let wordt wel gezegd een melkkoe. Ja, dat is het wel inderdaad. Echt, het is gewoon een onderdeel uit een productieproces. Ja. We hebben hier ook een werk, dat wil ik je even speciaal laten zien. Want okay. Het is echt zo mooi. Dat is dit werk. Het is een pick-up met een langspeelplaat erop. En het is gemaakt door Basse Stietken, een kunstenaar die heel erg geïnteresseerd is in het maken van materialen van andere materialen. Mm-hmm. Dus bio-based materials. Okay. Hij maakt bijvoorbeeld andere houtsoorten. In dit geval heeft hij dus dingen gemaakt van bloed. Van bloed? Bloed? Bloed van koeien. En daarom is het ook een onderdeel van deze zaal. Yeah. Het gaat over de koe. Wat hij gedaan heeft, hij heeft wat bloed gekregen van een kleine slachterij. Normaal mag je koeienbloed niet hergebruiken, want het heeft heel grote kans op besmettingen. Dus koeienbloed moet weggegooid worden. Dat betekent dus dat er jaarlijks willen we niet weten, miljarden liters bloed weggegooid wordt. Ja. Varkensbloed wordt vaak nog herbruikt, maar koeienbloed dus niet. En dat vond hij een interessant gegeven. En wat hij gedaan heeft, hij heeft dat koeienbloed heeft hij helemaal gedroogd. En daarna heeft hij het geperst in een mal. En hij kan er van alles van maken. Hij kan er bijvoorbeeld ook een bord van maken of bestek. Maar in dit geval heeft hij dus er een langspeelplaat van gemaakt. En er zit een groef in. Ja. En die groef die speelt ook wat af. Maar als je heel goed luistert, dan hoor je ook... Bonk, bonk. Ik hoor de bonk. Die bonk, bonk die ik hoor is van deze langspeelplaat. Van deze plaat en dat is de hartslag van een koe. Precies. Ja. Wauw. En we hebben ook hier op een bankje neergezet. Als je erop gaat zitten, dan voel je het ook. En ik vind het zo'n emotioneel werk eigenlijk, omdat je constant zie je hier dat de koeien een onderdeel zijn van een productieproces. Ja. De boeren hebben het er vaak ook een beetje technisch over. En hier realiseer je eigenlijk dat het gewoon een beest is met een hartslag en met een bloedsomloop. Ja. En dat het dus gewoon een levend wezen is. Ja, ja. Terwijl tegelijkertijd ook dat bloed is in een product omgezet. Ook dat weer, klopt. Ja, daarom. Dus het is die dubbele laag zit erin. Ja. Ik ga heel even zitten. Ja, even voelen. Even luisteren. Ja. Voelen. We staan hier aan het eind. Klopt. We gaan even zitten. Op de achtergrond hoor je nog de geurkanonnen van Christa Zwanicke. Dan hoor je ook een heel bijzonder werk uit de collectie. Prachtig vind ik, ja. Dus je hebt wel gezien, het is heel divers de tentoonstelling met oude en nieuwe kunst. Ja. En eigenlijk eindigen we de tentoonstelling bij deze wand, waarbij we mensen uitnodigen om zelf de vraag te beantwoorden van wie is het platteland? Ja. Heb jij er een kaartje hangen? Ik heb nog geen kaartje gehangen, dus je hebt een primeur. Dan is dit je kans. Ja. Ik pak er ook één. Ik heb hem nog niet helemaal gezien. Nee, jij kent het inmiddels de tentoonstelling natuurlijk door en door. Ja, klopt. Ja. Van wie is het platteland? Of het land eigenlijk, per definitie. Van wie is het land? Ja, van wie is de wereld, zou je ook kunnen zeggen. Van wie is de natuur? Het is zo'n grote vraag, Caroline. Dat is het ook inderdaad. Ja. Is het inderdaad van mensen die huizen willen bouwen? Is het van boeren? Ja. Is het van de politici? Kun je überhaupt spreken van bezit? Het is wat raar om... Ik, dat is een tijd geleden hoor, maar dat er iemand op een gegeven moment bedacht dat zelfs lucht te beprijzen zou zijn. Hè? Ja. Hoe ver kan je gaan? Hoe ver kan je gaan met alles maar vastleggen? Waar is het eind? Ja, inderdaad. Ja. Dat weten we niet. Nee. Dus ik vraag me af of de vraag legitiem is bijna. En aan de andere kant, ja, natuurlijk is die dat, want we gebruiken dat platteland. Dus iemand is er eigenaar van. Ja. Maar dat hele eigenaarschap is natuurlijk een raar ding, hè? Klopt, is het ook inderdaad. Ja. Nou. Weet jij het? Ik ga iets opschrijven. Je hebt er lang over nagedacht. Ja, ik had er al over nagedacht. Ja. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben toch de idealist die ik ben. Het is een half geformuleerde gedachte. Oké. Nou, wat heb je? Ik heb hier staan van alles en iedereen. Ah, ja. En dus van niemand? Dus van iemand? Niemand. Van ons allemaal? Ja. Iets in die sfeer. Oké. Wat heb jij erop staan? Ik heb staan de jeugd. Ja.
Ja, dat vermoeden had ik daar bij het begin al. Nou ja, ik denk zelf, ik ben 50er en wat heb ik eigenlijk nog te zeggen daarover? Wij zitten onze tijd wel uit, dat idee. Ja, en zoals we begonnen eigenlijk met die poster van de christelijke plattelandsjongeren. Ja. Die riepen van, jongens, wij gaan er al, wij hebben nog ons leven voor ons. En zo denk ik ook dat we meer naar de jeugd moeten luisteren. En niet alleen naar de jeugd die nu leeft, maar veel meer proberen om goede voorouders te zijn. En ook te denken aan generaties na ons. Dus dat zou mijn antwoord zijn. Maar ik ben het ook eens met jou, hoor. Ja, maar ik snap jouw antwoord heel erg goed. We gaan hem opprikken. En gelukkig hoeven wij die vraag in ultimo niet te beantwoorden. Alhoewel, misschien zou ik dat stiekem nog wel willen. Ja. Dankjewel, Caroline. Graag gedaan.